Dag iedereen. Hier zijn we weer en zoals altijd veel licht en liefde gewenst. Ondertussen dag 28. Dat we platen tot op mijn collectie. Het is echt lang aan het worden, hè? We zijn vandaag nog eens naar de supermarkt geweest. Toch een vreemde bedoeling, hè? In de supermarkt komen iedereen met mondmaskertjes. De sfeer is heel gespannen. Je moet er zo rap mogelijk weg zijn. Je hebt schrik een product vast te pakken en het. En als je dan toch niet moet hebben, pak je het toch mee omdat je het niet durft terugleggen, omdat je dan ook vastgaat en zo. Vreemde tijden. Dus ik wens nog altijd iedereen veel licht en liefde en sterkte in deze heel unieke, heel onzekere vreemde tijden. Voilà. Dus wij zitten aan dag 28 tot ik platen toon in mijn collectie. Vandaag ga ik terug naar mijn hele jonge kinderjaren. Met deze soundtrack, de soundtrack van de animatiefilm uit 1978, Watership Down. Nu, de soundtrack heb ik veel later ontdekt, maar Watership Down was mijn kinderfilm, eigenlijk, toen ik heel jong was. Ik moet 5 jaar of zo zijn geweest, misschien jonger, 5, 6 misschien, 4, 5, 6. Nu. Dat is heel vreemd om te beseffen, want dat is vrijwel een heftige film eigenlijk. Lijkt me is niet echt voor kinderen gericht eigenlijk. Er zitten heel zware thematieken in de film. De film is ook vrij grafisch. Heel melancholisch. Misschien is mijn liefde voor die melancholie al ontstaan als heel jong kind eigenlijk door deze film. Nu, toen snapte ik die film totaal niet natuurlijk. Ik had geen idee waar het over ging, maar het was een film over konijntjes voor mij toen. Ik heb mijn eerste Engelse woordjes geleerd via deze film. De film was in het Engels. Nu, jaren daarna heb ik die film dan nog eens opnieuw gezien, natuurlijk, als volwassen. En dat is echt een van mijn lievelingsfilms eigenlijk. Het is een heel clevere film, gebaseerd op een boek van Richard Adams. De thematieken zijn heel. De film is heel gelaagd, zit heel veel in om over na te denken. Het gaat over thema's gelijk dood, gaat ook over thema's gelijk groepsdenken, groepsethiek, de gevaren daarvan, over community. Het gaat over heel veel dingen. Dictatorschap, al die dingen komen aan bod eigenlijk in die film. Het is een heel emotionele film. Die nu, als ik die nu opnieuw kijk, heeft die nog altijd heel veel impact op mij. Maar wat ik daarna later besefte, ik kwam deze soundtrack tegen in de kringloopwinkel. En ik dacht, de soundtrack van Watership Down. Nu, dat moet ik toch eens meenemen. Nu, iedereen kent het nummer Bright Eyes van Art Garfunkel. Wat gemaakt is voor deze film, of wat in deze film gebruikt wordt. Tijdens een heel specifieke sterfscène van een konijn. Dit is niet de reden waarom ik die plaat gekocht heb. Ik vind dat een heel mooi nummer. Daar niet van, maar het zijn echt de klassieke thema's. De score zelf van de film die mij in ieder geval aanspreekt. Nu, ik had deze plaat gekocht. Ik zet die hier op. En dat ging mij door merg en been. Toen ik die soundtrack hier terug beluisterde, besefte ik hoeveel impact die film op mij heeft moeten gehad hebben als kind. Ook al snapte ik daar niks van. Ik zat hier in tranen. In tranen door die muziek. Dat deed echt. Dat kwam heel hard aan eigenlijk. Heel hard aan, tot ik zelfs bijna dacht van, oh jong, als kind moet dat toch. Ik heb daar weinig herinneringen aan, ik heb daar een paar herinneringen aan natuurlijk, maar als kind moet dat toch vies impactvol zijn geweest. En nu ik die soundtrack terug luisterde, besefte ik dat. De main team, de prologue, en dan zeker de team van Pfeiffer en Through the Woods, als ik dat melodieke hoor terug, dan gaat mijn haar recht omhoog staan en dan dat pakt mij tot in het diepste van mijn wezen. En ik denk dat dat echt te maken heeft met mijn kindertijd, met de impact die dat op heeft gehad. Dat melodieke van Pfeiffer is zo melancholisch en zo tristesse. Er zit heel veel tristesse in deze film, maar nu is in deze plaat ook, in die muziek ook. Er zijn ook op hoopgevende thema's natuurlijk, dat ook. Kihar's team is bijvoorbeeld
een verademing even. Maar zelfs daar zit een heel, zelfs daar zit een bepaalde kant aan. Het is stom voor mij om de nummers te gaan overlopen, want het is een soundtrack. Ik kan dingen, Venturing Forth, Into the Mist, Through the Woods. Keyhar's team is een heel mooie team. Het is echt klassieke muziek, klassiek gecomponeerd met heel veel blazers in. Heel mooie soundtrack. De soundtrack is van Angela Morley. Laat mij eens kijken. Ik kan niet precies uit mijn hoofd zeggen welke instrumenten de score vormen, omdat ik eerlijk gezegd ook weinig afweet van echt klassieke muziek. Maar dit is wel een heel waardevolle plaat voor mij. Dat melodieke. Als dat inkomt, ik kan het niet nadoen nu, maar dat gebeurt iets voor mij. Het is heel impactvol voor mij. Nu, dat is heel persoonlijk. De meesten vinden dit misschien maar een generic soundtrack. Ik weet het niet. Ik kan niet zeggen dat bijvoorbeeld in de schaal van klassieke muziek, dat dit een meesterwerk is in de klassieke muziek. Dat zou ik zeker niet durven zeggen. Ik denk dat dat zelfs niet zo is per se. Maar voor mij is die plaat heel impactvol. Op dit moment zelf, als ik hem luister. Tot tranen toe ontroeren bepaalde thema's van deze plaat mij. Dus bij deze, de original soundtrack from the film Watership Down. Music composed by Angela Morley. Zeker checken waard. Misschien is het te veel gekleurd door mijn persoonlijke ervaring, maar zeer, zeer mooie plaat.